In oktober al dient de Brusselse Roma-vereniging KAAM een klacht in tegen Conor Rousseau na diens racistische uitspraken over de gemeenschap op café in Sint-Niklaas. In november oordeelt het parket van Oost-Vlaanderen dat een proces voorlopig niet hoeft. Vandaag beslist VZW KAAM daar anders over, omdat ze geen volledige inzage krijgt in het dossier. Gezien dat die voorwaarden is voldaan, hebben we uiteindelijk dan ook gevraagd aan het parket recentelijk vorige maand om ons duidelijkheid te geven over de stand van zaken. We hebben daar geen respons op gekregen. En uiteindelijk heeft de VZWK de beslissing genomen om over te gaan tot een rechtstreekse dagvaarding. Voor het parket moest meneer Rousseau niet voor een rechter verschijnen. Wij hadden heel bewust gekozen voor de procedure maatregelen. Nu, die procedure maatregelen is eigenlijk heel strikt, maar heeft ook een gevolg. Namelijk als daar vastgesteld wordt dat de voorwaarden en de maatregelen die werden opgelegd positief zijn ingevuld en correct zijn nageleefd, dat dan de strafvordering komt te vervallen. En dat is zo in het geval van Rousseau, want een justitieassistent heeft gisteren een positief verslag van dat traject maatregelen aan het parket overgemaakt. Conor Rousseau zegt zelf recht in zijn schoenen te staan. Ik ben met heel veel mensen van de Roma-gemeenschap in contact geweest. We hebben goede gesprekken gehad, die hebben mijn excuses aanvaard, de grootste groep toch. Ik heb alle afspraken nagekomen die ik kon nakomen. Ik heb alles gedaan wat ik kon doen. En dus mij is onduidelijk wat hier nu nog de bedoeling van is. Maar uiteraard respecteer ik iedereen zijn recht om mensen te dagvaarden. Conor Rousseau moet op 10 juni, een dag na de verkiezingen, voor de rechtbank van Dendermonde verschijnen. Ja, en die verkiezingen, Bart Verhulst, die zijn over 3 weken al. Dus de timing is in deze toch het meest opvallende. Hè? Is dit toeval? Wel, die datum van 10 juni, dat lijkt mij toeval, want het gerecht bepaalt natuurlijk zijn eigen kalender. Maar het feit dat Rousseau nu gedagvaard wordt, dat is denk ik geen toeval, want Rousseau is geen Vlaams parlementslid meer, hij heeft ontslag genomen. En dat betekent dus ook dat hij zijn parlementaire onschendbaarheid kwijt is. Dat is een soort van bescherming die parlementsleden hebben tegen vervolging. Mocht hij op 9 juni verkozen raken in het Vlaams parlement als lijstduwer, dan heeft hij die onschendbaarheid terug. En dan zou het parlement zich daar eerst moeten mee bezighouden. Maar nu hoeft dat dus niet. En daarvan heeft advocaat Laghlaali handig gebruik gemaakt om die dagvaarding nu uit te sturen. Hij had dat al veel eerder kunnen doen, maar heeft gewacht tot 3 weken voor de verkiezingen. En het is ook daarom dat de partijvoorzitter van Vooruit, Melissa de Prater, spreekt over het toebrengen van reputatieschade. Rousseau zelf blijft iets voorzichtiger. Wat veel mensen mij vertellen, is 3 weken voor de verkiezingen, een dagvaring die je heel al 10 maanden kan instellen, zeg maar, dat is opvallend. En voor de rest, ja, neem ik dat zoals dat komt. Ik kan daar niets aan veranderen en heb ik mijn werk zit erop. Er is een positief eindrapport en dat is het voornaamste. Ja, opvallend noemt hij het wel. De vraag is dit een politiek manoeuvre, Bart? Wel, bij de partij wordt er fijntjes op gewezen dat Laghlaali nog lid is geweest van CD&V en dat ook een bestuurder van die Brusselse Roma die hij verdedigt op de Europese lijst staat van CD&V. Voor de rest denkt de partij dat dit vooral te maken heeft met profilering van de advocaat die een zaak aangrijpt rond een heel bekend politicus. Want niet vergeten, hij verdedigt een Brusselse VZW, niet de VZW in Sint-Niklaas, de stad waar die dronken avond en de racistische uitspraken zijn gebeurd. En dat is ook de reden waarom Laghlaali destijds geen inzage gekregen heeft in de bodycambeelden van die avond. Die zitten in dat dossier. Laghlaali probeert die te pakken te krijgen, opnieuw op deze manier. Met als enige reden, zegt de partij Vooruit, om die dan te laten lekken. Ja, dat is het ene woord tegen het andere. In elk geval, Rousseau zou 1 jaar cel riskeren. Kan het zover echt komen? Wel, de partij maakt zich sterk van niet, want je hebt het Rousseau horen zeggen. Hij heeft maatregelen opgelegd gekregen destijds van het parket. Het ging onder meer over een bezoek aan de Dossijnkazerne, gesprekken met de Roma-gemeenschap. Die maatregelen zijn afgewerkt, het dossier is positief afgerond en het parket heeft beslist om niet te vervolgen. En dus, zegt de partij, betekent dat ook dat er eigenlijk niemand Rousseau nog kan vervolgen voor deze feiten en in dit dossier, ook niet via deze dagvaarding. En dus dat hij geen celstraf zal krijgen. Maar goed, dat is iets waar de rechter zal moeten over oordelen. Ja,
Bart, in elk geval, hier zitten we weer. Hè. Het journaal opent opnieuw met Conor Rousseau. Wat doet dit met hem? Wat zijn de politieke gevolgen zo vlak voor de verkiezingen? Blijft natuurlijk een vervelende zaak. Hè. Er was de verwachting dat na de terugkeer van Rousseau dat hij in de campagne door andere partijen voortdurend zou aangesproken worden op wat er is gebeurd. Dat valt op zich eigenlijk mee, gebeurt eigenlijk amper. Maar goed, inderdaad, hier zitten we weer. Terwijl Rousseau zelf en vooruit echt wel het gevoel hadden van het is nu genoeg geweest. Maar ze zullen het moeten meenemen tot en met 9 juni. Ja, ja.